Ik ben hier op dit moment in de Poelen. Op dit moment is bezig de dansgroep Banja Luka. Ze zijn bezig een dans aan het instuderen. Een korte impressie van dit gebeuren hier. En door de volgende, een diepe, een diepe. Hak, stap, sta en een hak, stap, sta. Hak, stap, sta, hak, stap, stap, sta. Ik heb hier tegenover mij zitten Nolly Kos van de dansgroep Banja Luka. Er doen ongeveer zo'n 14 mensen aan mee, heb ik gehoord. Waarom gaan deze mensen nu volksdansen? Nou, ik hoop dat ze het leuk vinden in eerste instantie. En ja, door de muziek spreekt aan. De muziek van over de hele wereld. Het sociale aspect dat ze het met elkaar doet. Hè. Je kunt het ook zien. Ze dansen in een kring. Niet statisch met twee mensen. En bewegen is natuurlijk goed voor je. Dat is sowieso een pluspunt. Maar het is vooral de combinatie van muziek en de cultuur uit vreemde landen. Ik denk dat dat het meest aanspreekt. Banja Luka, zo heet de dansgroep. Waar komt Banja Luka vandaan? Ja, dat is een stad in Bosnië en we vonden dat leuk klinken. Eigenlijk verder helemaal geen achterliggende gedachten. Het klinkt gewoon Banja Luka, het klinkt gewoon een beetje ritmisch en we vonden dat een leuke naam. Ja. En hoe lang bestaat nu de dansgroep? Bijna 30 jaar. Ja. Ja, ik heb gehoord dat de dansgroep vroeger groter was. Hè? Absoluut, ja. We zijn begonnen met over de 100 leden. Verdeeld over een aantal groepen beginners, middengroep, gevorderde. Kinderen kwamen er later bij, 's avonds, overdag. Dus ja, we hadden een zeer bloeiende vereniging. En ja, van lieverlee is dat heel jammer, maar tot dit kleine groepje afgezwakt, zeg maar. Wat voor soorten dansen worden nu gedanst? Grof gezegd kun je zeggen vanuit de hele wereld. Het accent ligt wel op Europa, denk ik. De Balkan met name, Israël, Rusland, maar ook wel van verder weg, Amerika. Heel af en toe is een zitdans uit Samoa, dus dat is dan heel exotisch. Maar het hoofdaccent ligt toch wel op Europa in zijn algemeenheid. Worden er ook Nederlandse dansen gedanst? Ja hoor, ook wel. Parendansen ook wel hoor. Nederlands heeft natuurlijk, West-Europa heeft weer wat meer parendansen dan bijvoorbeeld Oost-Europa. Als mensen dit leuk gaan vinden, als mensen nou naar aanleiding van deze reportage zeggen van ik zou ook wel eens graag willen gaan volksdansen, wat moeten mensen dan doen? Nou, ze kunnen komen kijken. We dansen altijd op de dinsdagmorgen van 11:30 tot 12:00. Je mag altijd binnenkomen lopen. Wees er dan wel op voorbereid dat je niet blijft zitten. Maar je wordt wel in de kring meegenomen om het gewoon aan de lijve te ondervinden wat het betekent om te dansen op muziek uit de verschillende landen. En verder kunnen ze natuurlijk altijd telefonisch even informatie inwinnen. Ik hoop dat er nog wat meer mensen bij komen. En ik wens u erg veel succes daarmee.